zijn we weer met een nieuwe videonieuwsbrief van de makers van Installatie.nl. Dit keer vanaf een volledig lege redactievloer, want ook hier werkt iedereen thuis. Maar de installatiewereld dendert door. En dat zien we zelfs in deze coronatijd in de commercials op de televisie. Lieve, dappere Nederlander. In deze moeilijke tijden houdt de techniek ons allemaal overeind. De helden in de zorg, de onvermoeibare truckers en de talloze thuisblijvers. Want als het veilig en verantwoord kan, werken ze door. Onze mannen en vrouwen in de techniek. Net als jij. Dus houd de moed erin. Je kunt op ons rekenen. Maar ook de groothandel laat weten dat de distributiecentra chockvol liggen. Als in een ziekenhuis de lampen kapot gaan, bij wie bestellen ze dan nieuwe? Als in de fabriek een machine het begeeft, op wie doen ze dan een beroep? En als thuis de verwarming uitvalt, wie bellen ze dan? Jij, installateur. Jij bent een cruciale held. En wij blijven ervoor zorgen dat jij je cruciale werk kan blijven doen. Door veilig bij je te leveren. Door onze servicecentra voor je open te houden. Door onze online dienstverlening. En door onze voorraad. Wij maken het mogelijk. Voor jou. Even wat cijfers. Een poll op installatie.nl laat zien dat ongeveer 70% van de installatiebedrijven op dit moment heeft te maken met een daling van de omzet. De helft daarvan, ongeveer 35%, weet die daling binnen de 15% te houden. In de volgende vlog nemen we een kijkje bij O7 Hulst. Zij werken op dit moment aan een luchtbehandelingskast voor een distributiecentrum van Zalando. En dat is echt een joekel. Het is dinsdag na Pasen en we zijn bij ons in de fabriek. Zoals je kan zien wordt er volop doorgewerkt, zelfs in de coronatijd. We zijn op volle sterkte en we zijn toevallig bezig met het grootste project uit de historie van Verhulst. Namelijk het distributiecentrum van Zalando. En graag wil ik jullie een kijkje laten nemen in deze enorme unit. Er worden ongeveer 25 van dit soort units gebouwd. En ze worden als grote plussen gebouwd. Dus als je van boven kijkt, lijkt het een plus. En er zitten gigantische warmtewielen in. Ik zal wel even laten zien. Je kunt er namelijk gewoon in gaan staan. En dan zitten er aan beide kanten warmtewielen. Dit om het gevaarte zo laag mogelijk te houden. En om luchtkortsluiting te voorkomen. Er zitten ook hele grote koelers in. De koelers zijn zo groot dat we ze opgesplitst hebben in twee delen. En ook is er gebruik gemaakt van de zogenaamde fanwall om zelfs als er één ventilator uitvalt, gewoon nog 100% opbrengst te hebben. In de nieuwste aflevering van de Installatie.nl podcast horen jullie Michel Deelen en Erik Beck van IDEA Nederland. Deze heren zijn met hun bedrijf goed voor tienduizenden renovaties van corporatiewoningen. En deze mannen die zijn niet van de hoge temperatuur warmtepompen of van de non-theemutsen. Maar de bestaande bouw is gewoon een heel ander segment. En daar donder je niet zomaar een warmtepomp in. Want er zijn gewoon andere stappen die je moet maken en kunt maken. Om dus heel dat traject en de verduurzamingskant een juiste richting mee te geven. We hebben het over complex uit de jaren 60, 70. Betekent dat, als we nu dan kijken om ons heen, enkel glas zien we nog volop. Oude installaties. De kierrichting is niet op orde. De schil is maar minimaal. Nou ja, in de jaren 80, 90 is er een keer dubbel glas ingezet. Terwijl we vandaag de dag gewoon al kunnen kijken naar isolerend glas, HR++ glas, dan wel zelfs triple glas. De nadruk ligt dus in onze werkwijze in eerste instantie om de energievraag te beperken. Dat bestaande bezit. Wat wij zien met die corporaties. Ze hebben asbestproblematieken. De badkamer is oud. De keuken is oud. De toilet is oud. Dus naast zo'n energetische ingreep zit er altijd nog wel iets omheen. Hoe kun je nu met creatieve en praktische video's je klanten en je leveranciers verder helpen? Deze maand gaat de tip van Martijn Verspeek over video's maken. En dat is een hele belangrijke in deze gekke tijd. Vandaag wil ik jullie een beetje meenemen in onze creatieve brein.
Komend jaar gaan wij heel veel content maken, dus heel veel korte video's maken over wie we zijn, wat we doen, hoe we het doen, wat de voor- en nadelen van sommige producten zijn. Hierdoor zijn we geïnspireerd door motorkledingcenter.nl. Die maken ook heel veel video's over de motorkleding en het gebruik daarvan. Dat willen we nou gaan doen voor ons installatiebedrijf. Dus we hebben hier nou een brainstorm sessie hebben afgelopen woensdag gehad. Dat gaat over het gebruik van een airco, de nadelen van een airco, het onderhoud, wat gebeurt er na de installatie eigenlijk, hoe werkt de afstandsbediening. Nou, zo hebben we die helemaal uitbedacht over heel veel technische dingen. Hier willen we ook iets gaan vertellen over ons bedrijf, de 7 zekerheden van Verspeek, hoe ziet de binnenkant van de bus eruit. We gaan kijken, we gaan onze inrichting testen, dus we hebben een dure Sortimo inrichting hebben wij erin staan. Gaan we over een zandpad, gaan we kijken hoe lang die glazen plaat heel blijft. En dan hebben we hier de belangrijke dingen die in elke video terug moeten komen. Heel even een paar. Er moet humor in zitten. Ze moeten kort en snel zijn. Herkenbaar. En een eenduidigheid. Dus allemaal in hetzelfde tenue. Dit is iets wat wij komend jaar gaan realiseren. Onze inregelspecialist John Visser staat vandaag bij de vloerverwarmingsverdeler van een lage temperatuursysteem. Wat ik in deze aflevering laat zien is hoe een lage temperatuurverdeler werkt. Het is eigenlijk heel simpel. We hebben cv-ketel. Die pompt het warme water rechtstreeks je vloer in. Dus hij stroomt nu met 35 graden je vloer in. Hij komt ongeveer met 30 graden terug afhankelijk van de vloertemperatuur. En de maximale aanvoertemperatuur in dit geval is 40 graden. Dus hoe warmer de vloer wordt, hoe hoger die aanvoertemperatuur oploopt. Daarna hebben we nog de bietmeters op elke groep zitten, zodat je in kan stellen hoeveel water er per groep naar binnen stroomt. De ene groep heeft 1 liter per minuut nodig en de volgende misschien 3 liter per minuut. Daarna wordt het onderverdeeld straks in 2 zones, de zone woonkamer en de zone berging. En de woonkamer moet 21 graden zijn en de berging 16 graden. Heb je dus geen zones, dan heb je kans dat de berging veel te warm wordt. Dan zal we weer zonde van de energie. Dus vandaar de 2 zones. And now something completely different. In Engeland, bij de voetbalclub West Bromwich Albion, actief op het tweede niveau in Engeland, heeft de hoofdsponsor Ideal Boilers het idee omvat om ook de mascotte te gaan sponsoren. En zo gebeurt het dat er in Engeland dus iemand, verkleed als combiketel, een vol stadion opwarmt voor een potje voetbal. Er gaat zelfs een video viral waarbij de combiketel meetraint met de selectie. Leuk detail, de Boilerman heeft zelfs een Twitter-account. En hij figureert in een commercial waarin hij op zoek gaat naar een hot date. Wilt u een bijdrage leveren aan deze videonieuwsbrief? Heeft u een goed verhaal, een mooie vlog? Mail ons op dit adres en ik zie u graag de volgende keer.